Goedemorgen, het is woensdag 27 februari en ik ga vandaag mijn nieuwe handbike ophalen. Als het goed is, hebben jullie helemaal aan het begin van mijn vlogmas kunnen zien dat ik een nieuwe handbike ging passen. En eindelijk, zoveel tijd later, kan ik hem vandaag gaan ophalen. Dat is bij Roam, Roam Handbikes, of Roam Special Bikes heet ze geloof ik, in Ammerzoden. Dat is echt ergens in Brabant. Dus ik heb net even gekeken, op dit moment is het 1 uur en 1 kwartier rijden. Dus er staan geen extreme files, daar ben ik wel blij mee. Het is nu 8:10. Ik probeer om 8:30 in de auto te zitten en dan die kant op te gaan. Dus ik zie jullie daar. Zo, ik ben gearriveerd en mijn fiets staat daar volgens. Ja, die is het. En hij is nu de bevestiging onder mijn rolstoel aan het maken. En we gaan straks ook even kijken of hij iets kan maken om de camera aan op te hangen. Zodat ik die zowel op mijn rolstoel kan monteren als op de fiets. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik zit nu lekker even in de kantine aan een bakje koffie. En dan hoor ik zo wel hoe het gaat. En daar wordt druk gewerkt om... ik moet het door een glazen ruitje filmen. Oh kijk, zo zie je het. Gewerkt om mijn rolstoel klaar te maken. Er moet een adapter onder worden gemaakt, zodat de fiets er aangekoppeld kan worden. Dus heel benieuwd. Nou, dit gaat hem worden. En er komt nu iets voor mijn camera op. Gaaf hoor. Zo, ik zit weer in de auto. En kijk. Even kijken of je hem... Dit is mijn rolstoel natuurlijk. Maar als het goed is, zie je daar mijn fiets. En ze hebben er een houdertje op gemonteerd. Waar ik een klemmetje op kan zetten. Om mijn camera aan te bevestigen. Helemaal top. Voor op mijn rolstoel is het niet gelukt. Dat wilden ze wel doen. Dat wilden ze absoluut doen. Maar dat werd heel veel geld. Tenminste vond ik heel veel geld. Dat heb ik er niet voor over. Dus dat laat ik even. En jongens, wat een lekker weer. Het is toch veel te lekker weer om in de auto te zitten. Het is 21 graden hier. Het lijkt wel zomer, joh. Maar goed, ik ga richting huis rijden. En dan vanmiddag een stukje fietsen. Zo, ik ben weer thuis. En kijk, hij staat er al klaar voor. Pama en Tim komen er ook zo aan. Gaan we eens even fietsen. En dit is dus dat dingetje waar ik het over had. Hier ga ik kijken of ik mijn camera op kan monteren. Maar dat doe ik een ander keertje. Want of ik kan nu ook even kijken terwijl ik wacht. Hopelijk zien jullie straks wat fietsbeelden. Zo, hoe leuk was dat? Even naar de kinderboerderij. Dat was echt heel erg leuk. Leuk, met die kleine man. Dat is natuurlijk leuk. En mijn fiets fietst goed. Alleen moet ik nog wel even een constructie verzinnen om mijn camera er goed op te zetten. En zodat het ook stevig is. Ik durfde hem er nu toch niet helemaal omheen te wikkelen. Omdat ik bang was als ik een... Nou, als je een hobbeltje tegenkomt dat je hem kwijt bent. Moet je niet aan denken. Maar goed. Het was bij Roam heb ik ook iets minder gevlogd dan ik had gewild. Maar ja, ik vind het dan toch op de een of andere manier wel spannend om te doen. En was dat spannend en hoe heet dat? Dat vind ik dan toch lastig. Maar goed, ik heb het in ieder geval wel in beeld gebracht. Zij vond het hartstikke leuk en ik vond het leuk dat ze met me mee wilde denken om een oplossing te verzinnen. Dat het op mijn rolstoel dan niet helemaal gelukt is, ja, dat is dan jammer. Maar voor dat andere beugeltje hoefde ik dan ook weer niet te betalen. Dus nou, super goede service. En het was een leuk ritje. Het was alleen jammer dat het zo warm was, want dan is het toch een beetje zonde om in de auto te zitten. Nu heb ik een hele drukke avond voor de boeg. Ik wil nog een was draaien, want ik ga natuurlijk het weekend weg. Dan wil ik dingen gewassen hebben. Editen moet ik nog. Zojuist is mijn rolstoel kapot gegaan. Het voorwieltje blijft hangen. Ja, ik merkte het al de hele tijd. Maar als ik het dan ging bekijken, draaide dat wieltje gewoon alle kanten op. Maar ja, nu blijft hij wel heel erg vasthaken. Dus nou, dan ga ik morgenochtend eerst maar even er langs om hem te laten repareren voordat ik naar mijn werk ga. Want anders dan
zit daar het weekend mee en dat zou ik absoluut niet willen. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond en als je mijn nieuwe fiets mooi vond. Ik hoop dat ik er heel veel fietsbeelden mee kan maken voor jullie. Dat zou ik echt heel leuk vinden. En ik zie jullie in een volgende vlog of video. Doei doei!